YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Delete.nl, oftewel Jeff. En vandaag heb ik voor jullie weer Battlefield met ome Henk. Ik hoop dat jullie er heel veel plezier in hebben. Het is natuurlijk een fun video. En ik kreeg de vorige keer al een berichtje. Jeff, wat upload je nou weer voor onzin? Hey, het is echt voor degenen die het wel leuk vinden. Het is een beetje uit mijn jeugd. Ik vond het al een hele goede verhaal. En nog steeds gaan de tranen over mijn wangen als ik het terugluister. En dat wil ik gewoon graag met jullie delen. Door middel van deze video's eigenlijk, hè? Want dat is het gewoon tijdens een lekker potje Battlefield. En ja, ik heb ze ondertussen allemaal een beetje geknipt zo, dat ze een beetje zo rond de 10 minuten zitten. De ene keer zal het iets langer zijn, de andere keer iets korter, omdat het gewoon even wat beter uitkomt. Dus ja, ik hoop gewoon dat jullie het leuk vinden. Deel het natuurlijk met je vriendjes op school ook gewoon. Vertel het gewoon een beetje over mijn kanaal. Het is niet alleen maar dit wat ik doe, ik doe natuurlijk van alles. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier in ieder geval. En natuurlijk ook luisterplezier tot later. Mafvol. Ome Henk, kijk eens wat ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Oh, een scheikundedoos. Daar kan je hele leuke proeven mee doen. Hier met die doos. Ja, maar ome Henk, ik heb die doos toch gekregen. Ga eens opzij. Moet je kijken, hier een flesje XA32, zie je dat? Zo, als je nou een paar druppels van dit spul bij deze blauwe korreltjes doet, zo, en je giet dat samen in dit flesje, en dan flink schudden, dan Dames en heren! Koos Korswagen Theaterproducties BV presenteert in samenwerking met Ed van Hoordonk de nieuwe avonturen van Ome Henk. Dat is een boei die
de vissers gebruiken? Wel nee, sukkel. Dat is een zeemijn uit de oorlog. Die is levensgevaarlijk. Oh, nou dan gooi ik hem wel weg. Nee, niet. Het stinkt hier een beetje, oom Henk. Ja, het raakt vaak een beetje muf als je een tijdje bent weg geweest. Verrek, uw televisie is weg. Kracht nou wat, waar is mijn video? Is er nog ingebroken ook? Rustig, rustig. Ik zal voor de schrik wel even een lekker Hollands kopje koffie zetten. Zeg, oom Henk, het stinkt hier nog steeds, hoor. In de keuken is die lucht wel erg goed te ruiken. U bent toch niet vergeten om het gas uit te... Leuk, hè, oom Henk, dat computerspelletje. Nou, zeker. Wat een mogelijkheden, zeg. Kijk, er zit ook een klokje op. Hoe is het toch mogelijk? Is zo'n klein dingetje. Ongelooflijk, moet je kijken, zeg. Oh, de telefoon gaat. Even pakken, hoor. Ja, hallo, met Henk. Hallo, beste vriend. FJ hier. Dat staat voor Vlogen Jan. Flepperstein is de naam. Ik ben je nieuwe buur. Zeg, luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder luid op het keyboard van je willen musiceren? Want mijn kristallen glazen staan te vibreren in de lounge. Ja, wat rijk zijn van die meeën. Bedankt, hè. Wat krijgen we jou? Vibreren in de lounge. De foto gestoorde naast me. Heb ik dat weer? Zit zo'n klein computerspelletje. En daar heb hij last van. Nou jongens, speel maar gewoon door hoor. Dan ga ik ondertussen even het schilderijtje ophangen. Zo, een spijkertje erin. En een beetje naar rechts. Zo. Ah! Sla ik boven op mijn duim. Krijg toch de muizeninfectie. Groeiende, gammende keuken. Vlug onder de kraan. Auw! Het is de hete kraan. Ach, snel de verdomptrommel zoeken. Waar staat die doos nou ook weer? Daar moet je toch ergens zijn. Misschien in de kastjes. Even achter die hoek. Auw, ik voel me gewoon. Auw, wie zit er hier nou een buizenval neer? Nou, dat heb u zelf gedaan, oom Henk, want u zei laat nog. Au, au. Houd je grote mond, brutale aap. Zo, eens even verder zoeken. Misschien op de bovenste plank. Zo, de frik. Een bowlingbal, die ben ik lang kwijt geweest. Die zal ik eens... Au, nee, boven op mijn... Nee, nou, wat heb ik toch een ellendig leven. Ik ga de telefoon ook weer. Ja, ja, ik kom eraan. Ja, hallo, bedink. Hallo, Amies. Zeg, beste vent. Hier vloog eens Jan weer. Wat ben je toch allemaal aan het doen, kerel? Ik hoor maar kabaal en geschreeuw. Als ik het geweten dat ik daar zo'n druk te maken was gaan wonen. Nou, rustig aan, hè. Anders bel ik de politie. Goedemiddag. Graag toch allemaal de schildkoppenkoorts? Is die nou helemaal? Ik zal hem eens gaan vertellen wat ik van hem... Waar is die bowlingbal? Dat zal allemaal eventjes lukken. Wacht maar, ik kom wel even in. Hey, van Flepperstein. Zie je die bowlingbal? Die mag jij hebben. Hier. Wat krijgen we nou? Mijn prachtige Louis XV dressoir. Helemaal defect, zeg. Maar dat pik ik niet.
Ik zal mijn vuilniszakjes even leeg deponeren in het ordinaire tuintje van je. Hup, hier, en zo, en daar. En de lege bak kan mooi in dat belachelijke vijvertje van je. Hopla. Zo, dat zal je leren te spotten met een Van Flippenstein. Goedemiddag. Oh, gaan we zo beginnen? Nou, daar weet ik nog wel wat leuks hoor. Zo, eerst de bel indrukken. En dan een beetje superkrachtlijm op het knopje. Flippy, dan wordt gebeld. Dag hoor, ik ga naar binnen. Zo, dan ben je klaar mee met zo'n buurman naast je. Wat was ik ook alweer aan het doen? Oh ja, blazers pakken voor mijn gewonde ledematen. Ik zal, Gaan we muziek draaien? Nou, dan zal ik eens een stukje op een elektrische gitaar spelen. Zo. Ben je televisie? De baby. De Python. Flippenstein is dead. Kan je dit horen? Flippenstein? Anders kom ik wel even naar je toe. Jongens, geef me die voorhamer eens aan. Ik kan het niet dragen, oom Henk. Nee, oom Henk, hij is zo zwaar. Ja, dat moet ook. Flip, ik kom eraan. Flip. Zo, en... Ah, zo, wat moet je nou, hè? U bent gek. U bent niet goed bij uw hoofd. Ik? Niet goed bij mijn hoofd? Hier, pak aan! Dat zal allemaal eventjes lekker worden, zegt dat hoofd hier een dag. En dan gaan we dit even terroriseren. Zo, nu moet je erop voor je smoelen bakken. Wat is dat nou weer voor een ding? Verrek, dat lijkt wel een ruimteschip. Hallo, halve zolen van de planeet Aarde. Verrek, dat lijken wel marsmannetjes. Hou even je clip, Flip. Best want toe. Wij zijn hier op aarde gekomen om een nieuwe koning te zoeken voor onze planeet Lupus. En u wordt onze koning. Ik, oh geweldig, even mijn koffers pakken hoor. Heerlijk, de buurt zal er een stuk rustiger te worden. Dag jongens, tot kaak. Maar, wat gebeurde er ondertussen in het ruimteschip? Wat leuk zeg, in zo'n raket. Lekker op al die knopjes drukken. Nee, niet doen. Overal van afblijven. Nergens aankomen. Dit maakt toch niks uit? Thuis heb ik ook zo'n computer. Even op dat knopje drukken. Nee, niet doen. En nu zit iedereen natuurlijk op een explosie te wachten. Helaas, deze keer niet. Nou vooruit, nog eentje dan.